Goedenavond. Welkom terug allemaal naar onze afwezigheid of zomervakantie. Een aantal weken geen per kerot hebben gedaan. Dus welkom terug. We gaan Mishnah, Braita 7 doen van het zesde hoofdstuk. We hebben kort wel. Toen we Braita 6 aan de achtergrond hadden, kort even het verband gelegd tussen 6 en 7. Maar we gaan nu 7 structureel, stapje voor stapje, behandelen. En eigenlijk, zoals ik kijk naar het scherm, zie je een Mishnah van Braita van, wat zal het zijn, van 10 regels ongeveer. Het is één punt wat deze Mishnah bespreekt. Deze Braita bespreekt. En er zijn een hele hoop zinnen uit de profeten die dat. Om dat punt te maken, om dat te onderstrepen. Laten we de Mishnah lezen, vertalen en dan bij het een en ander daarvan stilstaan. Gedola tura shehi notenet chayim leoseha ba'olam hazeh uba'olam haba. Vertaling. Groot is de tura die leven schenkt aan haar beoefenaars in deze en de toekomstige wereld. Dat is eigenlijk het punt van de Mishnah. Dat degene die Osea, ik word staat beoefenaars, degene die de Torah, het uitvoeren wat in de Torah geschreven staat, dan is de Torah is groot. Ik verzoek iedereen om je microfoontje uit te zetten, alsjeblieft. Als we voor zover dat nog niet is gedaan. En dus dat het leven schenkt, zowel in deze wereld als in de toekomstige wereld. En dan volgen een reeks pesukim, een reeks zinnen die dit punt maken, die dat onderstrepen. En ik wil benadrukken wanneer we dat lezen, is dat. Er wordt uitgelegd dat de reden waarom er meerdere psukim zijn is lechavev, om het dierbaar te maken, om het te benadrukken. Tegelijkertijd is over het algemeen, als we de psukim, de zinnen zullen lezen en vertalen, zien we in de grote lijn dat Torah. Een ogenblikje hoor, want we hebben hier geluid. Kan ik het nogmaals, zou iedereen zijn microfoontje willen uitzetten? Kijken of ik dat zelf kan. Oké, ik hoop dat het nu zo is. Het geval is. De zin is, de mefarashim, de verklaarders op de Braita, die hebben best wel zullen we zeggen, moeite tussen aanhalingstekens om. Er wordt gezegd, zowel olam hazeh als olam haba. Het leven hier als een toekomstige wereld. En er worden verschillende zinnen gebracht. Niet iedere zin benadrukt beide. De zin is meer in de algemene zin. De zegens die Torah ons brengt. En er wordt niet zozeer gesplitst in olam hazeh en olam haba. En dus dan zal ik ook daar niet de nadruk op leggen. We zullen de Mishnah, de Braita lezen en vertalen op een wijze dat ieder van deze zinnen benadrukt dat hoe studie, het beoefenen van Torah, hoe dat brachot, hoe dat zegens met zich meebrengt. En dan lezen we dan terug in het Ivrit, Shene Emar, op regel 2 in het midden. Kichayim heem le motse ehem, ulechol besarom marpe. Ve omer, rifut tie le sharecha ve shikui le atzmotecha. Gaan we naar de vertaling, regel 4. Zoals gezegd is, want leven zijn zij voor hen die hen bereiken, en genezing voor het hele lichaam. Ook is gezegd, genezing wordt zij voor jouw lichaam en merg voor jouw beenderen. Nou, iedere keer wanneer als er geschreven staat, zij doelende op Torah, hoe Torah dus in dit geval wordt gesproken over de zegen in de vorm van bracha, in de vorm van zegen voor het lichaam. Dus dat het fysiek genezing
brengt. Gaan we verder naar het Ivriet op regel 4. We omer. Eets chayim hi lamachazikim ba. We tomgeha meushar. Dit zingen we in. Zeggen we en zingen we in het Uvenu Goyomar, nadat de Torah terug is gebracht naar de Aron HaKodesh. En het afsluitende gebed voor het sluiten van de Aron HaKodesh. Spreken we de verschillende zinnen, verzen over het bijzondere van de Torah voor ons. En daar staat dus onder andere Eitz Chayim Hile Machazikim Ba. Betom Geha Meushar. En de vertaling is, voor degene die het op het scherm volgen bij het pijltje. En het beste is voor degene die toch hier bij ons volgen om je vinger even bij de Nederlandse vertaling tegen ons te houden. Anders moet ik telkens de regel gaan aangeven. Heeft iedereen het? Ja. Ook is gezegd, een levensboom is zij voor hen die zich aan haar vasthouden. En die haar aanvatten zijn met, en die haar aanvatten zijn met geluk bedeeld. Gaan we naar de volgende zin. Terug bovenaan. Regel 5 bij het pijltje. We omer. Kiliviat geen heem le rochecha. We anakim le garberotecha. We omer. Titeen le rochecha liviat geen ateret tif eret te ma geneka. Vertaling. Ook. Je pijltje. Ook is gezegd. Want een sierlijk band zijn zij om het hoofd en kettingen om jouw hals. Ook is gezegd, zij plaatst om uw hoofd een sierlijke krans. Met prachtige kroon, met een prachtige kroon omgeeft zij u. Dus figuurlijk als natuurlijk, dus dat de Torah pracht met zich meebrengt. De vorm van sieraden. Gaan we terug naar iets. We omer, kivi yirbu yamecha, we yosifu lecha shnot chayim. We omer, orech yamim biyemina bismola osher vechavot. We omer, ki orech yamim ushnot chayim veshalom yosifu lach. Ook is gezegd, want door mij worden je dagen veel en zullen je levensjaren vermeerderen. Verder, lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand, rijkdom en eer. Als je spreekt over het leven, over een lang leven, als gevolg van het uitoefenen van het uitvoeren van de Torah. En dan tot slot, we omer. Derageha dar geen noam, we golen de tivoteha shalom. En dat, de tweede bladzijde. Ten slotte. Heb ik bij de vertaling, bij de voorbereiding niet goed naar de Nederlandse vertaling gekeken, want er ontbreekt een vertaling. Dit moet nog van de vorige Ivriet, want met lengte van dagen en levensjaren en vrede verrijken zij jou. En dan moet aan toegevoegd worden, het laatste. Is de Racheha dar genoam begonnen tivoteha shalom. Dat is ook uit het Uvenu Goyomar wat we lezen bij het terugbrengen van de Torah. Dus de wegen van Torah zijn noam pleasant, zijn prettig. En al haar kleinere wegen, paden shalom, zijn vrede. Ja, kan het precies de goede vertaling geven. Bijhalen. De Sidoor die ligt hier toevallig nog net van het Ivriet. Maar er breekt dus een vertaling in het Nederlands. En kunnen we de exacte vertaling uit het Ivriet nemen. En daar is uit de Sidoor. Zodat ik niet vergis. En daar staat de Racheha dar genoam. Haar wegen zijn prettige wegen. En al haar paden vredig. Vertaal voor degene die willen opschrijven. Haar wegen zijn prettige wegen en al haar paden vredig. Dus derg is weg en het tivoteha, het tiv is een pad.
Als we deze breita dus nu gelezen hebben, dan is het duidelijk dat de breita spreekt over het belang van het uitvoeren wat er in de Torah geschreven staat. Degene die dat doen, Oseha, dan Gedola Torah, dan is de Torah groot voor hen. Dat wil dus zeggen dat het zegens met zich meebrengt, zegen met zich meebrengt. En de breita benadrukt gelijk, hier op aarde en ook in het hiernamaals. En dan volgen een reeks verzen die de zegen van Torah benadrukken. En datgene wat Torah dus met zich meebrengt in de vorm van zegen, dus dat daar ter sprake komt. Nou, als we deze breita behandelen, dan zullen we later, in de loop van het behandelen, zullen we ook hier en daar enkele vers ook toelichten, wat dat het unieke is, wat één vers vertelt, wat uniek is, wat dus weer niet in de andere vers staat. Want de ene spreekt over lengte der dagen, de andere spreekt over hoe de Torah vreedzaam is. Dus er worden verschillende dingen belicht. Die zullen we dus één voor één, dus we zullen deze versen dan behandelen. Maar eerst het algemeen, dus de breita spreekt over het bijzondere van het leven naar de weg van de Torah. En het eerste eigenlijk wat je kan zien is dat de breita dus eigenlijk zegt is, denk niet dat we alleen spreken van leef naar de Torah en dan het hiernamaals zal mooi zijn, maar hier op aarde is al misschien een weg, is het misschien heel zwaar en is misschien Torah heel breng, misschien geen zegen met zich mee. Maar je doet het omdat het een plicht is. Nee, als het goed is, brengt dat braga, brengt dat zegen. Torah is groot voor allen die dat waarmaken hier op aarde. Dus die zegen dat Torah met zich meebrengt, is hier op aarde. Ook hier op aarde. Dat het zelfs gezondheid met zich meebrengt. Dat het zelfs het leven verbetert. Niet alleen het spirituele van het leven, maar ook het aardse, het materiële, het fysieke. Dat zien we dat benadrukt. Tegelijkertijd zien we dus, ik kan zeggen, staat 50-50. Olam haza, hazeh en olam haba. Hier op aarde en het hiernamaals. Aan de ene kant, het Jodendom legt niet de nadruk op het hiernamaals. Het is niet van dat we een soort angst leven van als we nou misschien vandaag niet precies doen wat moet. Wat zal dan in het hiernamaals zijn? Het is ook niet zo van het leven hier op aarde. We hoeven niet proberen om dat fijn en prettig te maken. Want het gaat alleen om het hiernamaals. Nee, het gaat om het hier, nu. En het uiteindelijk is er ook olam haba. En daar gaat het ook om. Maar niet één ten koste van het ander. Het is één geheel. Het hoort bij elkaar. Dan laten we beginnen met beginnen. Stilstaan bij het eerste woord le-oseha, voor degene die het beoefenen, beoefenaars, werd hier vertaald, komt van het woordje lasot, te doen, ten uitvoering te brengen. Hama'asehu ha'ikar. Allerbelangrijkste is de ma'aseh, is de daad. We hebben heel lang stilgestaan bij Breita 6. En bij Breita 6, hoe uniek 48 bijzondere dingen die we in de Torah kunnen vinden, kunnen ervaren. En gedeeld met karaktereigenschappen die nodig zijn om de Torah goed te kunnen leren en te bestuderen. Deze Breita volgt daarop. Want je zou misschien, nadat je die 48 punten eerder hebt behandeld, zijn misschien zou dat ontmoedigend kunnen zijn. Ja, nou, al die 48 punten, daar kom ik toch niet aan toe. Het gaat me toch niet lukken. Sommige daarvan zijn te hoog gegrepen. Sommige, hoeveel ik ook probeer, misschien door omstandigheden te laat begonnen, dat gaat hem niet worden. En het is waarschijnlijk voor de meeste mensen, gewone mensen zoals wij allemaal, heel moeilijk om al die 48 punten, om daar ook dagelijks bij stil te staan en dat in onze Torah-studie te beoefenen en dat te bewust van te zijn en dat in de praktijk zo te ervaren. Komt deze breita en zegt, hoeveel we ook proberen en soms lukt het misschien niet,
Maar de bottom line is loszeggen. Dus al lukt misschien niet alles wat we eerder hebben behandeld, al is misschien niet alles voor mij realistisch om dat ook te bereiken, al moet ik er wel, zal ik er wel naar proberen te streven. Maar als ik voor ogen heb, le osea, om het uit te oefenen, als ik voor ogen heb, wat is nou de praktijk van de Torah? Wat vertelt de Torah aan mitzvot, aan ge en verboden? En als ik in staat ben om dat in de praktijk te brengen, dan gedola Torah, dan is ook dan de Torah is groot. En brengt dat bracha, brengt dat zegen met zich mee. En zoals de verschillende verzen dat benadrukken, en zoals we ook later in de loop van de Mishnah de Braita zullen behandelen. Vraag? Oké, ga je gang. Het is een herinnering, want we hebben een maand of 3 of 4 weken geloof ik geen shiur gehad, dus voor alle deelnemers hier en via Zoom, dat als er een vraag is, of als je iets wel opmerking wil maken, ga je gang. Waarom? Maar je staat dingen, zeg maar zo, als nauwkeurig luisteren, niet verwerken in de 613 geboden verder? Dacht het niet, nee. Nee. Dus Ron vraagt hem bijvoorbeeld nauwkeurig luisteren, wat in de vorige breita was. Of dat niet een onderdeel is van de geënde verboden. Wel, nee, niet als het gaat om de manier van Torah studeren, dacht ik niet. En over het algemeen is belangrijk om een herinnering te brengen. Natuurlijk een aantal jaren geleden dat de Pirkei Avot zijn begonnen. Ik zal het ongetwijfeld al hier en daar vermeld hebben. Dat Pirkei Avot is enige traktaat van Mishnah dat niet strikt, of in principe niet halacha is. Het gehele Mishnah zijn halachot, zijn wetten. Dus de praktijk van het Jodendom. Pirkei Avot wordt genoemd Milta de Chassiduta. Dus datgene wat een geset wordt genoemd, Lifnim Shurata, die meer dan verplicht. Dat wat er omheen is, dat wat de verplichting mogelijk maakt. Dus de ethische zaken, voornamelijk die genoemd worden in Pirkei Avot, je komt niet echt ge- en verboden tegen. Zijn gedachten, zijn ethische onderwerpen vanuit het Jodendom gezien. Een benadering. Maar concrete mitzvot ge- en verboden, geboden en verboden, dat is niet hoe Pirkei Avot is opgezet. Is samengesteld. Ja? Oké. Okay. Goed, dus als we de Mishnah letterlijk, de Braita letterlijk hier zien, dan gaat het om belang van het osseha, het in de praktijk brengen. Gedola limut hamevi lidei ma'aseh. Groot is als we leren, als het brengt tot ma'aseh, tot praktijk. Dus ook wat de Mishnah hier dus ook zegt is, let op dat als we studeren, als we leren, omdat het een intellectuele verrijking is, een uitdaging. Maar als ik überhaupt niet van plan ben om het in de praktijk te brengen, dan dat is niet waar het je al om gaat. Dan, dat is niet de bedoeling. Dus de Torah is groot als het ware, als we het in de praktijk brengen. Dat brengt gezondheid. Dat keep it there, maar dat brengt. Dus dat is het belangrijkste. Tegelijkertijd kunnen we, als we een stapje dieper gaan, kunnen we het ook zo lezen. Want je zou eigenlijk de vraag kunnen stellen, dat wat staat hier eigenlijk? Het uitoefenen, in de praktijk brengen van de mitzvot, brengt zegen met zich mee. Dat is eigenlijk wat er staat. Dan is de formulering gedola Torah, shehinot en het geheim losea. Groot is de Torah, die geeft leven aan haar beoefenaars. De Torah is groot voor degene die de mitzvot doen, staat er dus eigenlijk. Je zou gewoon zeggen, degene die de mitzvot doen, krijgen de zegen van de Torah. Dus de formulering kunnen we vragen bijstellen. En wordt wat uitgelegd, kan het ook op een iets andere manier zien. Als het gaat over osseha, de mitzvot doen. Je kan de mitzwa doen, als je weet, zo moet het. En ik doe het, heb ik de mitzwa gedaan. Als ik echter de betekenis van de mitzwa niet weet, als ik de achtergrond niet weet, het belang daarvan niet inzie, dan is het
uitoefenen van de mitzwa, in de praktijk van brengen van de mitzwa, ja, dat is moeilijk om dat met veel plezier te doen. Het is moeilijk om dat met enthousiasme te doen. Het is moeilijk om dat te doen met een shomme, met ziel. Als ik echter Torah leren, bestudeer, waardoor ik meer begrijp waarom ik de mitzwa uitvoer, dan is het in de praktijk van het brengen van de mitzwa op een hele andere manier. Zo kan je ook lezen. Gedola Torah, de Torah is groot. Dat wil zeggen, het brengt zegen, tussen aanhalingstekens. Het brengt gevoel, het brengt enthousiasme, het brengt betekenis, le osea, voor diegene die het uitvoeren. Dus het doen van de mitzwa, het uitvoeren van de mitzwa, natuurlijk is het allerbelangrijkste dat ik het doe. En natuurlijk is het zo dat als ik van bepaalde mitzvotte reden niet weet of niet begrijp, de tijd niet heb gehad om het over te leren, dat ik niet moet wachten totdat ik de achtergrond daarvan ben. In sommige mitzvot is het ook niet mogelijk om de reden daarvan te begrijpen, want die vallen onder de chukim. Maar in grote lijnen, de meeste mitzvot, kunnen we tot een zekere hoogte begrijpen wat de reden is en wat de betekenis van de mitzwa is. En wanneer we dat doen, en dus door ons, wanneer we dus de Torah bestuderen, ons erin te verdiepen, dan wordt de osea, wordt de uitvoering van de mitzwa, wordt groter, wordt mooi, brengt tussen aanhalingstekens zegen braga met zich mee. Dus zo kunnen we ook lezen, gedola Torah, en dan klopt de formulering, dan is de formulering beter te begrijpen. De Torah is groot, dus het studeren van Torah is groot, want shehinot ten het geheim, het geeft leven aan osea, aan het uitvoeren van de mitzwa. En dan is het vervolg van de mitzwa, als ik de Torah, als ik de mitzvot uitvoer met gevoel, met neshomme, met plezier tussen aanhalingstekens, kan ik het volhouden. Dan doe ik het nog beter als misschien, als ik dat niet zou weten. En de bracha, de zegen die de mitzvot weer met zich meebrengen, dat is het vervolg van de mitzvot, van wat de breit aan ons vertelt. Inleiding van de Braita. Torah geeft leven. Nog voordat we de psukim behandelen. Notenet chayim. Het geeft leven. Hoe het vanuit Jodom gezien is, dat leven zonder regels van Torah, misschien leef ik dan wel, maar wat voor leven leid ik dan? En door middel van het uitoefenen van de mitzvot, leven volgens de regels van Torah, dan heeft ons leven betekenis, heeft het inhoud. Zo kunnen we zien, chayim leven, het bekende mashal, wat wordt verteld over de tijd van de Romeinen, dat Rabbi Akiva, toen het bestuderen, het leren van Torah gevaar met zich meebracht. Want als je gepakt werd door de Romeinen, dan werd je gedood. En toen iemand vroeg aan Rabbi Akiva, zegt, ik begrijp niet wat je doet, dat je blijft leren. Want het is publiekelijk, het is verboden, het is aangekondigd. En ook de straf die erop staat, brengt levensgevaar met zich mee. Dus waarom doe je dat? En Rabbi Akiva zegt, ik zal je een mashal geven, een parabel. Zegt, er is vissen zwemmen in het water. En er zijn wat mensen aan de proberen te vissen. Dus die vissen te pakken. En je ziet die vissen snel wegzwemmen. En een vos staat aan de kade en die kijkt, staat aan de kant. En die vraagt als het ware tegen die vissen. Zegt tegen de vissen, nou, ik zie dat jullie in gevaar zijn. Hier bij mij. Op droog, hier is het veilig, hier zijn geen vissers, hier is niemand die jullie wil pakken. Waarop de vissen antwoorden aan deze man, zegt nou, dwaas, aan de man, aan de vos. Zegt, je bent dwaas om dit voor te stellen, ons leven is water. We zijn inderdaad wel het gevaar hier, omdat ze ons proberen te pakken, maar water is zuurstof, is ons leven. Als we bij jou op droog komen, daar is voor ons geen leven, daar is geen water. Zo antwoordde Rabbi Akiva en zei van, het brengt inderdaad gevaar met zich mee, maar
leven zonder Torah, wat voor leven is dat dan? Voor ons als Am Yisrael. Nou, dat zien we dus ook terug hier in deze breit, van de inleiding van de breit. Als het zegt nog tenet chayim, willen we zullen zo meteen ook toelichten. Het brengt ook in het materiële, in het aards, in het fysieke, brengt ook de Torah zegen met zich mee. Los daarvan, over het algemeen, het leven voor ons heeft betekenis als we dat leiden volgens Torah. De betekenis van het leven die we dan kunnen geven, dat is pas voor ons chayim leven. Wordt verteld over Rab Shlomo van Wilna, een sefer geschreven, Gesek Shlomo, dat hij op een gegeven moment ernstig ziek was, op een jonge leeftijd, hij was nog maar 17 jaar oud. En de artsen die bij hem gekomen waren, die hebben geadviseerd, gezegd, ja, je leert gewoon veel te veel, je studeert de hele tijd Torah, dat brengt gevaar voor jou met zich mee. Je moet gewoon per direct helemaal stoppen met studie. Waarop Reb Shlomo zegt van, je vraagt voor mij het onmogelijke. Zonder Torah is er voor mij geen leven. Ik moet weer een kanttekening bij plaatsen als iemand echt weet dat als hij zo, dat op dat moment het leren, het fysieke leven tot een einde brengt, dat hij niet kan overleven, dan op dat moment moet hij natuurlijk stoppen. Want, dat zullen we zo meteen ook benadrukken, het leven gaat boven alles. Die verplichting hebben we om dat zo goed mogelijk, om dat alles aan te doen. Desalniettemin probeerde aan te geven van, hoe kan je zoiets van mij verlangen om te stoppen met studie? En als het ware, nou, en dan kan ik verder gaan leven voor, wat zal het zijn, nog tientallen jaren tot 120. Maar het gaat voor mij om de Torah-studie. Het gaat om het leiden, om op die manier het leven te kunnen geven, betekenis te kunnen geven. Dat is wat de Mishnah ons, de Baite ons hier dus vertelt. Geef het leven voor dit leven. Geef het leven voor dit leven. Zegt. Ik weet nog af en toe naar mijn voetbal. Wat zeg je? Wij weten nog af en toe met voetbal. Dat heb je af en toe met voetbal. Leg uit erom. Dat. Het leven. Wat moet ik zonder voetbal? Wat moet je zonder voetbal? Oké. Okay. Goed. Verder dan wat uitgebreider op in te gaan, dat Torah dus het betekenis geeft in het leven, maar ook het leven, de Breita zegt ook, het geeft aan het lichaam, aan de atzamot. Kijk wat de zin die we hier hadden. Genezing voor het gehele lichaam. Merg voor je beenderen. Dus in eerste instantie, als we deze zinnen lezen, dan lijkt het ook om het aardse, om het fysieke te gaan. Dat de Torah ons daar, dat het leven volgens regels van Torah zegen met zich meebrengt. Nou, het Jodendom gelooft dat. Dat inderdaad, dat de regels van Torah praktisch, als we een betekenis, als we leven met een doel, geeft dat al rust. Als we leven met een doel waarvan we ons bewust zijn dat dat doel door God is bepaald, dat geeft nog veel meer rust. Ik kan zeggen, nou, iemand die God die niet gelooft, zegt, nou, heeft voor zichzelf een doel en dat blijft zich daarop focussen, het kan zijn dat iemand betekenis geeft en rust. Maar het is gebaseerd op wat? Op een eigen keuze. En wie weet dat de keuze de juiste is. En op een gegeven moment kan men ook gaan twijfelen aan die keuze. Als men een doel heeft, en weet dat het doel is bepaald door Hashem, is bepaald door God, dat geeft rust. Dus je bent bezig met betekenis in het leven. Betekenis in het leven die door Hashem, door God is bepaald. Dat heeft ook een invloed op het lichaam. Op ons fysieke bestaan. Nog verder, nog meer dan dat. Door Torah te leren en in de praktijk te brengen, is het ook makkelijker om niet alleen dat het om een tussen aanhalingstekens benadruk, een rustig leven te leiden. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Moeilijke dingen die we in het leven tegenkomen, waar we mee geconfronteerd worden, zijn makkelijker om daarmee om te gaan, om dat te doorstaan, als we weten dat op een of andere manier
hoe moeilijk het soms ook is, maar er is een Hashem, er is Hashem, er is God. Dus op een of andere manier moet dat zo zijn. Ook door wat de Mishnah benadrukt, dat er is een Olam HaZeh en er is een Olam HaBa. Dat het is slechts hier, zoals elders in Pirkei Avot is benadrukt, slechts een voorbereiding ontvangt, later pas komen we in de ontvangstzaal, maar dit is de gang die leidt tot de ontvangstzaal als het ware. Ik zeg het verkeerd. Ontvangstzaal tot de eetzaal. Ja. Prosdor en traklin. Dus ons dat allemaal helpt ook in moeilijke tijden om het een plaats te kunnen geven, om daarmee om te kunnen gaan. Wat ook weer dus een invloed heeft op het fysieke, op mijn lichaam. En wat ook nog een hele grote rol speelt, dat is dat als we leven vanuit de praktijk van de mitzvot, en ook de gedachte hoe de Torah naar het leven kijkt, dan zullen we ook hopelijk in staat zijn om in het leven de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Om ook te kunnen bepalen, de prioriteiten stellen van wat is nou het belangrijkste en wat komt op de tweede, derde of vierde plaats. En als we daartoe in staat zijn, leidt dat minder tot bijvoorbeeld jaloezie, haat. En dat zien we dus onder andere ook terug in een van de zinnen die hier gebracht worden. Dan brengen we even de tekst terug naar voren. En even kijken, we gaan alleen nu naar de Nederlandse tekst. Onderaan de eerste bladzijde, vier regels van onder, verder. De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Oregnamim biyamina, smola orsher kavod. Dus lengte van dagen in haar rechterhand op het algemeen, omdat bij de meeste mensen, excuus voor de linkshandigen onder ons, maar bij de meeste mensen, toch is gemiddeld zijn mensen rechtshandig, dus dat wordt de krachtige hand genoemd. Links is de zwakke arm, de zwakke handen. Dus het lengte van dagen, dus wat de Torah met zich meebrengt in de positieve zin, wordt de nadruk gelegd op de rechterhand. Rijkdom en eer. Of het nou letterlijk rijkdom is, of dat het brood wat we verdienen, het geld wat we dan hebben, alles het beperkt. En dat een mens ook een toch nodig heeft erkenning, of nou een vorm van eer is, of respect, of welke vorm dan ook. Zijn belangrijk misschien, maar aan de linkerhand. Dat wil zeggen, het komt niet op de eerste plaats. En als we dus daar op die manier naartoe kijken, dat vanuit die manier benaderen, dan brengt dat automatisch dus braga zegen met zich mee. Dat zijn allemaal punten die genoemd worden, die we kunnen zien als hoe het leven naar de regels van Torah braga met zich meebrengen. En niet alleen braga voor de Olam Haba, omdat we goed geleefd hebben hier op aarde, dan hoop ik dat we daarna in het hiernamaals ook daarvoor beloond zullen worden en dus daar ook tussen aanhalingstekens goed leven zullen hebben in het hoger in het hiernamaals, maar ook gewoon in de fysieke vorm, in het aardse hier, dat het ons gezondheid kan brengen, dat het ons rust geeft vanwege al die punten die eerder genoemd zijn. Je spreekt vandaan, wie goed doet, goed ontmoet. Wie goed doet, goed ontmoet, zegt Ron. Ja. Ga je nog in op de teksten zelf? Sommige. Ja, heb je een specifieke vraag? Ja, ik heb een specifieke vraag. Want ik begreep eerst die zin helemaal niet. Want leven zijn zij voor hen die hem bereiken. Leven zijn zij, dat is de Torah, meervoud? Ja. Waarom is daar meervoud? Even kijken, dat is de eerste. Gaim heem. Ja. Daar heb ik niet naar gekeken waarom daar meervoud staat. Het zou kunnen zijn dat de Torah dus meerdere facetten heeft, meerdere niveaus. Ja, enkelvoud en Torah, mondelingenleer en schriftelijkleer. Maar dat zou ik moeten nakijken. Ja, weet ik niet zeker. Maar als je dan de volgende zin ziet, dan staat daar
genezing wordt zijn voor jouw lichaam. Niet worden zijn voor jouw lichaam. Ja, dus dan is de vraag waarom staat het soms meervoud dan soms enkelvoud. Ik denk de vraag omgekeerd gesteld kan worden. Of het algemeen spreken we de Torah in enkelvoud. Dus dat hoeven we niet te benadrukken. En waarom het soms dan in meervoud is. Mogelijk wat ik net heb uitgelegd. Maar dat zou ik moeten nakijken. Okay. Dat weet ik, kan ik niet met zekerheid zeggen. Goed. Dan gaan we nog een korte toelichting geven door middel van eerst een vraag te stellen. Mm-hmm. En dat is een van de zinnen die we hebben behandeld. Daar stond die we net hebben behandeld. Orech yamim. Bimina. Ja? Lengte van dagen. Nou, dan wat is de vraag die iedereen dan zou kunnen stellen? Moet iedereen het geld? Precies. Dan zegt Leo gelijk, maar dat geldt niet voor iedereen, toch? Kunnen we zeggen dat iedereen die leeft volgens de regels van de Torah oud wordt? Mm-hmm. Kunnen we toch niet van iedereen zeggen? Er zijn toch mensen die heel jong zijn overleden of heel jong om het leven zijn gekomen, gebracht? Ja. Dus hoe kunnen we dan stellen van Orech Yamim? Lijkt te zeggen dat het een garantie is. Dat als we Torah leren, dat we een lang leven hebben. En de verklaring kunnen we geven wat wordt verteld over een van de Gererebbes, de Sfat Emet werd hij genoemd. Toen hij is overleden, heeft een van zijn zoons, die later ook de Rebbe is geworden, de Imre Emes. Hier bij de Gerre Rebbe, heeft hier van de Rebbe een naam gegeven daar. Meestal naar een boek wat ze geschreven hebben, een van de Sfarim. Goed, dus. En toen zei hij tegen een broer van hem, zei hij, onze vader had Orech Yamim. Dus heeft geleefd tot in lengte der dagen. Waarom? Jij zegt ja. Ja, ik heb het verhaal gelezen. Ah, oké. Wat heeft van zijn broer antwoord? Precies. Waarop zijn broer vroeg, hoe bedoel je? Want de Sfat Emet is slechts 58 geworden. Dus nou, dat is niet gemiddeld wat we zeggen, Orech Yamim. En waarop hij dus heeft geantwoord, hij zegt, als de dagen goed gevuld zijn, dan is iedere dag een lange dag. De positieve zin van het woord. En zo kunnen we ook vertalen Orech Yamim. Dus ondanks dat iemand soms jong overlijdt, met de Torah, dus door middel dat we het leven volgens de regels van de Torah betekenis geven vanuit Torah in het leven, dan is die dag gevuld. En dan is iedere dag als het ware, iedere dag letterlijk gevuld. En dan is het Orech Yamim. En dat brengt dan ook weer, zoals gezegd, en ieder van die dagen is dan weer een dag met bracha, met zegen. Ik heb het wel vaker verteld, van Drashan ook wel eens bij Pirkei Avot, of andere shiurim, maar ik vind dat zijn verschillende dingen in je leven, dat maakt een indruk en op verschillende leeftijden. En wat men in mijn begin van mijn werkzaamheden hier in Nederland, in het begin heb ik een aantal jaar voor de Joodse gemeente Amsterdam gewerkt, als het zo mooi heet, gedetacheerd vanuit Rotterdam in Amsterdam. Deeltijd dus daar, en dan mocht ik daar de ouderen in Beit Shalom bezoeken. Dat zijn mensen die het letterlijk wel dus op leeftijd waren. Maar, en ieder gesprek was bijzonder en ieder heeft een bijzonder en een eigen unieke leven gehad. Maar in het bijzonder viel het mij op. Sommige kamers kwam ik binnen en dan stond het vol met sfarim, vol met boeken bij iemand. En dan hoe er over het leven werd gesproken en ook over het vandaag. Terwijl iemand in fysiek in heel moeilijke omstandigheden was en het niet makkelijk had. Maar je merkte dat de zegen, de bracha, dat in dit geval ook letterlijk Arigut Yamim oud worden, maar ook dat die bracha bleef. En ook al was het al heel het leven niet meer eenvoudig, en zeker voor mensen, zeker in het leven waar we vandaag in zijn, dat ja, toch de carrière die iemand maakt, of het werk, wat in zijn werkzaamheden, en dat zijn toch de voldoening. Nou, daarna gaan we met pensioen als het goed is. Nou, dan
als het goed is, genieten mensen met pensioen, maar dan toch om me heen wordt het toch, ja, Donald knikte met plezier van heel mooi. Maar toch dan vaak de omgeving eromheen ziet het al wel wat minder. Het draagt niet meer bij in de maatschappij. Ja, Donald, jij natuurlijk wel, maar met heel veel bezig met vrijwilligerswerk. Maar toch lang niet iedereen. Er wordt wat niet, ja, de hoogte, de bijzondere moment is toch wanneer men actief was, wanneer men in het leven stond. En dan is dat voorbij. En dan, dat ging niet voorbij. Bleef dat tussen aanhalingstekens plezier en actief zijn vanuit Torah, blijven leren of vrijwilligerswerk blijven doen of actief blijven, zelfs op hoge leeftijd, vanuit Torah gezien, vanuit Torah geleefd, dan die bracha, die zegen van het leven, al zijn met de fysieke beperkingen die uitdagingen veel groter, en dat straalde die mensen uit. En dat, zeggen dat wat de Mishnah ons hier vertelt. Kunnen we in verband brengen met wat de Mishnah ons hier vertelt. Benadrukken. Torah notenet chayim. Torah, dat brengt ons leven. Een verschillende invalshoek hier benadrukt, maar dat neemt niet weg dat we de letterlijke betekenis niet moeten vergeten. Dat leven staat boven alles. En dat als er momenten zijn, het is een halachisch aspect, is niet dat de Mishnah, zeg maar, wij benadrukken het even niet waar de Mishnah op focust, maar het is wel natuurlijk wat hier ook in dit woordje Chayim ligt, is dat als er soms een keuze gemaakt moet worden tussen, zal het zijn leven of niet, er zijn drie uitzonderingen wanneer men zelfs het leven moet geven, maar de uitzondering, behalve die uitzondering, staat het leven boven alles. En zijn we soms ook verplicht om tussen aanhalingstekens te overtreden om het leven te sparen of te redden. Dus het typisch eenvoudige voorbeeld is op Shabbat. Als er een levensbedreigende situatie is, dat de Shabbat opzij geschoven wordt. En dat men alles moet doen om het leven te redden. En welke vorm dan ook. Normaal stapt een Shabbat niet in de auto en dan doet me dat wel. Normaal belt me niet en dan is men verplicht om te bellen en noem maar op. En dan zijn er natuurlijk tal van voorbeelden, maar belangrijk om te benadrukken, het is niet dat notenet chayim, het leven staat voorop. En binnen dat leven betekent ook dat Torah. Dus aan de ene kant zeggen we de prioriteiten. En dat prioriteit, het gaat over het aardse, het fysieke, dat en Osher en Kavot, dat komt tweede, derde, vierde plaats misschien, maar dat moet niet onze prioriteit hebben. En dan brengt dat rust met zich mee, enzovoort. Dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. En nog een blikje. Nou. Nou, stel jij je vraag maar af en met zijn, hopelijk komt hij terug. Want die prioriteiten met dan weet ik het weer. Ja, weet ik het weer. Maar dan kan je doorschieten aan de andere kant. En zeggen we, nou, dus het fysiek, het aards is niet belangrijk. Het materieel is niet belangrijk. Dus het verzorgen van mijn lichaam is misschien ook niet belangrijk. En zegt dus juist wel, ga je met leven. Het verzorgen. De gezondheid moeten we in de gaten houden en niet negeren. Ik dacht dat was de Magid van Mizritsch. De Magid van Mizritsch had gezegd dat in het Jiddisch, a kleine leggele in goef is a grootste loch in de neshama. Een klein gaatje in het lichaam is een groot gat in de neshama, in de ziel. Dus als we ons lichaam niet verzorgen, dat wat een basis wat nodig is, als we dat negeren en dat de mens daardoor zwak is, dan heb ik gewoon de energie niet om te doen, om de mitzvot, om in het leven te staan, om de mitzvot in de praktijk te brengen. En dus dat heeft een negatief effect op mijn neshama, op de ziel. Dus de gaai met leven en ook datgene wat lichamelijk vereist is, wat nodig is, nergens. Dus dat valt onder Chaim en dat is belangrijk. Afgemiddeld zat je wilde wat aanvullen of... Ja, zijn vraag, ik heb het om aan te vullen. Toen het over de leven gaat boven alles binnen, dat in het laatste levensjaar van Harald Segal, Manchester Rosh Yeshiva, die in het ziekenhuis moest ik een Shabbat met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. En hij was dood en dood ziek. De
de berg waar hij op ligt om naar de ambulance gebracht te worden, die gaat zijn deur doen. Automatisch gaat zijn hand naar de Soeze toe, naar de Soeze aan de kust. En zijn dochters, die daar waren, die waren gekomen vanwege Charles, ook vanwege het feit dat papa dus inderdaad zo ziek was, die begonnen allemaal te huilen van, maar papa, dit is toch een, dit kan toch niet, op Charles in een auto en in een mis. Ja, voor mij is dit een mis, ja. Dat klopt. Dus ik zei, we herhalen voor de Zoom-volgers van Rav Segal, de Rashi van Manchester, toen hij ernstig ziek was en op Shabbos naar het ziekenhuis werd gebracht. En zijn dochters, ja, die hadden heel veel moeite mee dat hij met de ambulance ging, want het is toch Shabbat. En ik denk dat ik me aan kunnen vullen dat die dochters niet twijfelden dat het juist was. Maar ze hadden er heel veel moeite mee dat het gebeurde. En waarop dus Rav Segal antwoordde van, voor mij is het een mitswe. Dat klopt, want op dat moment is het een mitswe om dat te doen. En dat is niet iets van dat het. Natuurlijk is gevoelsmatig kan het heel moeilijk zijn. Want als iemand natuurlijk zijn hele leven nog alles aan Shabbat heeft gedaan en nooit Shabbat heeft overtreden en dan opeens met een ziekenwagen naar het ziekenhuis moet, zal vast ook voor hem moeilijk geweest zijn. Ja? Desalniettemin wist hij, het is een mitswe. Ja, dat is belangrijk om te benadrukken. Klopt, we hebben nog eventjes. Weer de psukim, de zinnen behandelen, of een aantal daarvan. Dan, we hebben eerder gezegd, ik zal niet per zin gaan behandelen en bespreken of het nou spreekt over de zegen die het brengt hier op aarde of in de toekomstige wereld. Maar wel om een voorbeeld te noemen, zien we de zinnen aan het begin. Waar gesproken wordt over Rifut tie le sharecha ve shikui le atzmotecha. Dus waar er wordt gesproken voor genezing wordt zij voor jouw lichaam. En het woordje etzem, atzamot. Dus een beenderen, maar komen in de Kabbalah, de Chassidische filosofie, veel tegen het woordje over, als er over God gesproken wordt, staat een atzmut, de essentie van het bestaan. Het woordje etzem. En er wordt vaak gesproken over etzem ha-neshama, de essentie van de neshama van de ziel. Dus als we kijken over het aardse, het lichaam, het ziel, dat, wat is nou ons werkelijke bestaan? Dat is de atzmiut van ons. Dat is de etzem, is de ziel. En zo wordt uitgelegd hoe deze zin dus doelt over, en de ziel heeft een eeuwig leven, ook in het hiernamaals. Zo kunnen we dus in deze zin zien hoe de beide aspecten, het aardse besproken worden, de genezing voor het lichaam. En daarna gaat de zin verder en zegt, maar was hij nou, ben ik hem weer kwijt. Shikui le atzmotecha. Dus voor de etzem, letterlijk wordt dan vertaald de beenderen, maar dus dat het kracht voor de etzem, voor de het essentie van het bestaan, dus voor onze neshama, onze ziel. En daar zien we dus hoe dat, in deze zin zien we dus terug hoe dat in het verband gebracht wordt. Van olam hazeh, het leven hier op aarde, en olam haba, het hier namaals. Ik heb een vraag met die mensen van de daad en levensjaar. Iemand is 120, wat ga je dan zeggen? Als hij dan richting 121 gaat. Had mij het vriend. Als iemand 120 is? Oké, ik kan op een paar manieren antwoorden. Lior vraagt, wat doe je als iemand 120 is? Dus kan je op een aantal manieren antwoorden. Heel praktisch zou ik zeggen, nou, Lior, wanneer dat gebeurt, komt stel de vraag. Dat is één. Maar ik zou op een andere manier antwoorden. De reden waarom wij zeggen Atmea we en Sriep 120 is omdat Moshe Rabbeinu 120 is geworden. Dat wil niet zeggen dat er geschreven staat dat men niet ouder dan 120 kan worden. Aaron is 123 geworden. En dan hebben we het niet nou over de tijd voor, veel eerder de Avot, die nog ouder werden. Abraham, Yitzchak en Jacob, en dan ook voor de Mabul, voor de zondvloed, dat mensen nog ouder werden. Maar goed, de inhoudelijke gewoonte is geworden om te zeggen Atmea we en Sriep tot 120, omdat Moshe Rabbeinu, onze leider die de Torah heeft geschreven, is in die zin de belangrijkste leider ooit.
En hij is 120 geworden, daarom zeggen we dat 120 had mij afwisseling. Maar dus dat is ook een praktische antwoord op de vraag. Maar nogmaals, als je mocht die vraag... Maar als iemand 120 had, ga je zeggen, had mij afwisseling, dan ben je hem dood. Om te zeggen, rationaal waar. Ons mee afwisseling. Nog eens 120. Nou, okay. Goed. Oké, is de vraag voldoende beantwoord of niet? Ja. Oké. Dan gaan we naar onze deelnemers. En nog een blikje. Vragen.